Nou, kunt u zelf even voorstellen. André Kuipers, ik ben astronaut voor de Europese Ruimteorganisatie. En ik had het genoeg om twee keer de ruimte te gaan naar het ruimtestation. En erg leuk om daarover te vertellen. En wat gebeurt hier vandaag? Vandaag deze mooie school, fantastisch, schitterend gebouw, prachtige theaterzaal ook. Waar het om ging is om te laten zien hoe leuk wetenschap en techniek is. Ook in het kader van de opening van een nieuw lokaal, waar ik zeer jaloers op ben. Ik had graag als kind ook zoiets gehad op school. Fantastische dingen doen met robots, virtual reality, 3D printers, echt moderne technologie. En wat vindt u ervan dat er zulke lokalen worden geopend? Nou, de hele wereld draait om techniek. En dat betekent dat er heel veel behoefte aan is aan mensen die techniek ingaan. En er is een groot tekort aan. Het verkeerd imago. Mensen denken vaak van techniek, een vuile, vieze fabrieksomgeving met lawaai en modder en vet en dat soort dingen. Terwijl het juist vaak heel high-tech is tegenwoordig. En dat betekent dat je mensen enthousiast moet maken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en opmerkzaam, dus je moet het faciliteren. En dat kan hier heel mooi. Dus op deze manier kan je dus al die briljante ideeën die opkomen bij de kinderen, die kan je heel mooi toepassen. Dus op alle niveaus zijn de technici nodig. En op deze manier kan je die mensen vinden en enthousiast maken. En u bent al twee keer in de ruimte geweest, zou je nog een keer willen gaan? Ik zou dolgraag de ruimte in gaan. Ik vind eigenlijk dat iedereen gewoon een paar weken per jaar de ruimte in moet. Om te laten zien hoe mooi die planeet is. Ook hoe kwetsbaar die planeet is. En wat vindt u het leukste aan zo'n ruimtereis? Het is heel moeilijk te zeggen wat het leukste is. Er zijn verschillende dingen die strijden om de eerste plaats. Wat heel mooi is, is het uitzicht natuurlijk. Ik weet wel dat ik op een bol woon, maar als ik naar buiten kijk is de aarde gewoon plat en de lucht lijkt oneindig. En nu zie je dat je op een bol vliegt, dat je andere planeten die zie je opkomen, de maan en de komeet hadden we. Je voelt ineens dat je onderdeel bent van iets veel groters. Dat is één ding, het zicht naar buiten is indrukwekkend. Dan het spelen met dingen die zweven. Zwevende vloeistoffen, die kan fantastische dingen doen. Maar misschien nog wel prettig is het zweven zelf. Dat is een uitermate prettig gevoel. Je moet er even aan wennen in het begin. Maar daarna is het uitermate relaxed om gewoon helemaal los rond te zweven. En dat zou ik elke dag wel willen doen.